Welkom allemaal, goedemiddag. Ben ik goed te verstaan? Is het ja? Goed te verstaan, ook voor de mensen thuis? Welkom ook voor de mensen thuis. Ik vind het een bijzondere eer om hier te mogen staan voor dit diverse publiek met heel veel ervaringen. En ik heb eigenlijk nu al vandaag ontzettend veel geleerd als ik dat zo hier volg. En ik zal ook proberen, voor zover ik daar invloed op kan uitoefenen, om ook al die ervaringen zo goed mogelijk mee te nemen bij de herziening van de richtlijn schildklieraandoeningen van het NAG. Want dat loopt op dit moment. Er is op dit moment ook een knelpunteninventarisatie geweest onder de professionals. En het is ook heel belangrijk dat we ervaringen van patiënten en naasten dus meenemen. Dus wellicht als er een soort verslag komt, dan kunnen we dat ook delen met het NAG. Mijn expertise zit hem uiteraard huisartsgeneeskunde, maar dus niet speciaal de schildklieraandoeningen. Dus het is niet de favoriete ziekte van die cartoon die jullie hebben gezien. Overigens viel mij wel op, de patiënt die lag in bed en die dokter die stond, dus was ook een hoogteverschil. Die dokter had het dossier zelf in zijn hand, dus niet de patiënt had het dossier, maar die dokter. En ik weet niet of het is opgevallen, die patiënt had geen mond. Ja, is het dat opgevallen? Die patiënt had geen mond en die dokter wel. Nou, ik ben heel blij dat u allemaal wel een mond heeft en mondig bent. Hè. U bent ook, u wilt ook iets doen voor uw lotgenoten en voor uzelf. Dus ik denk dat we hier in heel goed gezelschap zitten. En wat mij betreft is er ook veel interactie mogelijk, ook na deze presentatie. Maar goed, naast mijn huisartsgeneeskundige kennis ben ik gepromoveerd op richtlijnen. Kwaliteit van richtlijnen. Dat is een hele methodologie. Men moet tegenwoordig aan steeds meer kwaliteitseisen voldoen. En wat we dus zien is dat die richtlijnen steeds dominanter worden als bron van kennis voor dokters en voor huisartsen. En dat de kern van het goed hulpverlenerschap, namelijk persoonsgerichte zorg, daardoor soms een beetje ondergesneeuwd raakt. En vandaar ook die leerstoel, het bevorderen van persoonsgerichte zorg in de richtlijnen. We proberen dat zo goed mogelijk te combineren. Het is niet of-of, maar en-en. Ja, dit werkt dus ook heel goed. Ik ga u iets vertellen over multimobiliteit. Heel kort, want mijn collega Barbara van Münster en Sylvan, die heeft hier ook al iets over verteld. Ik begin dan met een casus uit de huisartspraktijk. Ik hoop dat u dat ook kunt herkennen. En dan de toepassing van richtlijnen in de praktijk. En als laatste heb ik ook tips voor persoonsgerichte zorg bij multimobiliteit. Ze zijn gericht op zorgprofessionals, maar ik kan ze ook heel direct vertalen naar u als patiënt. Deze kent u al, definitie, om even toch weer aan te schakelen. Een chronische aandoening is een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op herstel. En multimobiliteit heb je er twee of meer. En bij comorbiditeit heb je een hoofddiagnose en andere ziektes. En het verschil tussen comorbiditeit en multimobiliteit, dat staat hier. Dat is al eerder verteld vandaag. Heel veel mensen hebben dus twee of meer chronische aandoeningen, 5,7 miljoen. 32%, dus een derde van de Nederlandse bevolking. Dat is een enorm aantal, hè? Ja, dus, en 55% van de mensen die een chronische ziekte hebben, hebben er ook één, hebben er dus nog meer. Komt echt, dat is dus eerder regel dan uitzondering. Het verhaal van Sylvain Richer van vanochtend. En 90% heeft er zelfs drie of meer. Overal, hè? Dus niet alleen maar ouderen, maar overal. En van de mensen die 75 of ouder zijn, 87%. Bijna altijd meer dan één chronische aandoening. En hier ziet u dat heel goed, dat het oploopt met de leeftijd. Dit is ook eerder vandaag al laten zien. Je ziet overigens dat op jongere leeftijd komt het iets meer voor bij mannen. En dan zie je op een gegeven moment dat het vaker voorkomt bij vrouwen. Je werd net ook vanochtend ook gezegd dat bij vrouwen de combinatie met psychiatrische aandoeningen wat vaker voorkomt. Daar zit ook een vertekening bij, want vrouwen die gaan makkelijker naar een dokter om te vertellen dat ze angstig of depressief zijn. Dus die krijgen vaker die diagnose. En mannen, die vertellen dat niet zo snel, die gaan alcohol drinken. Nou, niet iedereen hoor. Maar die gaan drinken, die melden zich niet bij de dokter. Die krijgen op een gegeven moment een leveraandoening. En die hebben dan een somatische aandoening. Dus het is een beetje vertekenend. Maar goed, in ieder geval, als je gaat scoren, dan komt de multimobiliteit iets vaker bij vrouwen voor. Maar vooral op hogere leeftijd.
Nou, hier zie je een vergelijkbaar plaatje. Heeft Sil van vanochtend ook al gezien. Je ziet, als je kijkt naar de bovenste balk, die is geel, dat is 0 aandoeningen. Helemaal links. En de blauwe, dat is 1. En naarmate er meer kleuren zijn, zijn dat er 2 of meer. En dan zie je dat die gele balk, als je ouder wordt, bijna verdwijnt. En kijk maar even naar 75. Het is een heel bont gezelschap van kleuren, waarbij je bijna altijd 2, 3, 4, 5 of 6 of meer aandoeningen hebt. Ja? Dus dat is meer de regel dan uitzondering. En dat begint eigenlijk al vanaf 55 plus. En wie houdt er van algebra, van wiskunde? Nou, ik wel. Want ja, het is het tellen van aandoeningen. Hè. Dus meestal gaat men uit van zo'n ongeveer 100 aandoeningen. Nou, die kan ik niet allemaal laten zien. Maar stel dat je 10 aandoeningen hebt en je combineert 2 ziektes, dan heb je 45 mogelijkheden. Ja? Dat is rechtsboven, bij paren. En je hebt 120 mogelijkheden als je 3 ziektes tegelijk hebt, enzovoort. Dus in totaal 1000 mogelijkheden van combinaties als je uitgaat van een set van 10 ziekten. Kun je nagaan als je de 100 hebt. Dus kortom, ja, heel veel combinaties zijn uniek. Er is bijna geen richtlijn te maken op al die combinaties. We hebben wel een richtlijn die bijvoorbeeld iets zegt over hartfalen en COPD. We hebben ook een richtlijn die iets zegt over diabetes en hoge bloeddruk en cholesterol, want dat lijkt ook een beetje op elkaar in de behandelingen. Maar om al die combinaties in richtlijnen te beschrijven is onmogelijk. Dat moeten we ook niet willen. En om het nog moeilijker te maken, je ziet hier ook weer verschillende soorten multimorbiditeit, is vanochtend ook iets over gezegd. Kijk, diabetes en hartfalen. Diabetes is vooral een risicofactor voor hartvaatziekten. Dus je moet je bloeddruk behandelen, je cholesterol behandelen, gezonde leefstijl. Dat geldt trouwens wel voor iedereen. Maar dat is dus nog redelijk goed te behappen. En dat is niet tegenstrijdig. Maar rechtsboven, of rechts zie je ook dus, stel dat je nou ook een colonziekte hebt, een dikke darmziekte. Of je hebt ook nog last van je ogen. En je hebt ook nog artritis, artrose of reuma. Nou, dan wordt het echt heel ingewikkeld. Dat is zogenaamde discordante multimorbiditeit. En dan zie je ook heel vaak dat in de coördinatie van de zorg, met al die verschillende zorgverleners in ziekenhuizen, dat je sneller vastloopt. De fragmentatie van zorg. Oké, dus dat even als inleiding. Dan begin ik met de casus. Dit is een casus uit mijn huisartspraktijk. Ik heb haar een andere naam gegeven om het niet herkenbaar te maken. Maar dit is een mevrouw die slikt al dagelijks 8 verschillende medicijnen. En die is bekend ook met de schildklieraandoening uiteraard. Hoge bloeddruk, botontkalking, een nierfunctiestoornis en nachtelijke onrustige benen. Als je nou aan haar vraagt wat vind ik nou het ergste, dan heeft ze het vooral over die onrustige benen s'nachts. Dus dan denk je als dokter, oh, daar kan ik zo weinig aan doen. Heel veel middelen hebben heel veel bijwerkingen, maar dat is toch iets waar ze heel veel last van heeft. En ze woont zelfstandig in de seniorenwoning, goed contact met kinderen en kleinkinderen in de buurt. Dus dat is ook belangrijk om er een beetje beeld van te hebben, hoe zo iemand woont. Heel belangrijk ook om als huisarts dat goed te weten. Nou, dan krijgt ze beroerte. En dan gaat de bloeddruk enorm omhoog. Het TSH gaat ook stijgen. En dan heeft ze ook heel veel last van haar dove linker lichaamshelft. En ook hier geldt weer als ze op mijn spreekuur komt. Nou, hoe gaat het nou? Ja, blablabla. Maar waar heb je nou het meeste last van? Ja, dat linkerbeen. En, nou, maar dokter, daar praat er maar niet over, want dan kun je er toch niks aan doen. Maar toch om even een beeld te geven van de ziektelast. Dat zijn vaak dingen waar we niet zoveel aan kunnen doen. Maar wat de meeste ellende geeft eigenlijk. Maar goed, die bloeddruk, daar kunnen we dus wel wat aan doen. Maar Dan het voorbeeld van die verschillende richtlijnen over al die aandoeningen. Ja, dit moet je dan als huisarts allemaal maar zien toe te passen op 1 patiënt. In 10 of 15 minuten, even los van die tijd. Maar ja, dat is dus echt heel erg ingewikkeld. Dus ik wil wel afvragen, zijn we er wel wat blij mee met al die richtlijnen? Hoe moeten we dat nou doen? Ik heb daar nog niet even meteen een oplossing voor hoor. Ja? Toch in zijn algemeenheid, zeker als huisarts, kunnen wij geen goede zorg leveren zonder richtlijnen. Want je moet over zoveel aandoeningen een klein beetje weten, kun je niet allemaal onthouden. Dus we zijn heel erg blij dat we dat ook af en toe kunnen opzoeken op de websites en ook in andere materialen. Maar wat is een richtlijn? Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, patiënten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
En die berusten dus op drie bronnen. Op wetenschappelijk onderzoek, op expertise van zorgprofessionals, dus gewoon klinische kennis en ervaring, en ook op de ervaringen van zorggebruikers. Dat is vandaag ook al aan de orde geweest. Neem nou die ervaringen van die patiënten mee. Dat doen we ook in richtlijnen. De zorggebruikers, de patiënten, worden ook op verschillende manieren betrokken bij richtlijnen. Dat is ook onderdeel van een goede kwaliteit richtlijn. Door samen te werken met patiëntenorganisaties, dus bijvoorbeeld met de Schildspierorganisatie Nederland. En er was ook iemand die meedoet met de werkgroep, had ik begrepen. Hè? Ja? Ja? Ja, heel goed, heel goed. Dus dat is ontzettend belangrijk om op die manier input te geven. Dus de werkgroepdeelname, maar ook focusgroepen, diepteinterviews en verhalen van patiënten. Nou, die hebben vandaag ook heel veel gehoord. Die nemen we ook mee. En daarnaast ook literatuuronderzoek, waarbij je specifiek zoekt op ervaringen van patiënten. En dan gebeurt dat tijdens verschillende fasen. Al bij de voorbereiding, van wat is nou het belangrijkste? Het prioriteren van de knelpunten en de uitgangsvragen. En dan het vertalen van het bewijs naar aanbevelingen. Het literatuuronderzoek, dat doen wij zelf op bureauniveau. Dat is ook behoorlijk ingewikkeld en daar heb je echt ook methodologische kennis voor nodig. Maar het vertalen van de conclusies naar aanbevelingen, daar kunnen de patiënten ook in meedoen. Ook in de commentaarronde, dus de Schildspierorganisatie Nederland zal ongetwijfeld ook een conceptversie van de richtlijn krijgen voor commentariering. En dan uiteindelijk soms ook wordt er echt een goedkeuring gegeven door de patiëntorganisatie. Hier nog even een samenvatting van hoe een richtlijn er dan uitziet. Die drie bronnen, dus je hebt de wetenschappelijke basis, je hebt de professionele expertise en je hebt de patiëntenervaringen. Maar die wil je dus ook toepassen in de praktijk. Nou, dat verschuift het kopje richtlijnen naar boven. De richtlijn is ook een bron op grond waarvan je besluiten neemt. Maar daarnaast heb je ook als arts je professionele expertise en ervaring, wat niet in de richtlijnen beschreven is. En dat kan bijvoorbeeld ook berusten door gewoon kennis van de patiënt en van zijn voorgeschiedenis en van zijn geneesmiddelen. Die unieke combinatie staat in geen enkele richtlijn, maar toch kun je daar als arts wel degelijk iets over zeggen. En uiteraard ook de patiënt. Dus die doet ook mee met zijn ervaringen. Die weet van als ik dat medicijn krijg, dan helpt niet. Die weet van, oh, ik heb vroeger een keer een verhoging gehad van mijn schildkierdosering en dat pakte helemaal verkeerd uit. Of andersom. En dat zijn ervaringen die we niet van tevoren kunnen voorspellen. En dat is het gesprek wat je ook moet aangaan met je patiënt. Dus als je dat op die manier doet en die drie bronnen combineert, kun je spreken van persoonsgerichte zorg. Met de richtlijnen dus ook in de hand. Nou, dat is ook bij de NRG-standaarden zeggen we ook niet dat je die richtlijn altijd moet volgen. Je kunt er ook gemotiveerd van afwijken. Dat is de disclaimer, hè? Dus de inbreng van de patiënt. Als er factoren zijn van de kant van de patiënt, je bespreekt dat ook met de patiënt en ook, je ook, wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid, dan kan je dus van de aanbevelingen afwijken. En hetzelfde geldt ook dat het een afweging is van de huisarts. Elke keer moet je nagaan, is deze patiënt die ik voor mij heb dezelfde als de patiënt die in de richtlijn wordt beschreven. En als je heel veel aandoeningen tegelijk hebt, kun je bij wijze van spreken al zeggen, nee, dat is nooit het geval. Moet je altijd apart en zelfstandig blijven nadenken. Nou, dit is een themanummer in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, helemaal gewijd aan richtlijnen. En dat heeft juist ook de focus gelegd, de nadruk gelegd op het feit dat je dus zelf moet blijven nadenken. Ik was daar dus gastredacteur van, samen met Jaap Hamming, dat is een chirurg in Leiden. En dit is een stukje uit het redactioneel. Dat kun je gewoon op internet ook vinden, dat is publiek toegankelijk. En ja, de boodschap is dus, zorgprofessionals moeten zelf over de route blijven nadenken. Met de metafoor van het navigatiesysteem in de auto. Ja, het werkt natuurlijk in heel veel gevallen wel, maar er is een file of een wegopstopping, met name in de stad bijvoorbeeld, hè, waar de files niet worden meegenomen in het navigatiesysteem. Nou, dan kan je compleet in de war raken. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, dat je al die rondjes dan gaat rijden. Dus dan moet je zelf gaan nadenken, oh ja, hoe kan ik nou het beste op de plaats van bestemming komen? Dus dat is eigenlijk ook de boodschap bij het toepassen van richtlijnen. Persoonsgerichte zorg. Toch even een definitie. Wat is dat nou precies? Nou, dat is zorg op maat voor mensen met een gezondheidsprobleem, waarbij je niet de klacht of de aandoening centraal stelt, maar de persoon met de aandoening en met de klacht. En die kan dus heel erg verschillen.
En bij de behandeling staat niet het gezondheidsprobleem centraal, maar de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat. Het omgaan met, hè, ik hoorde dat net ook, dat het zo enorm verschilt hoe mensen met hun problemen omgaan. En in de huisartspraktijk wordt dat dus gekenmerkt doordat de huisarts de patiënt kent. Hangt een beetje af van de relatie. Het staat hier ook, hè. De relatie ontwikkelt zich gradueel na kennismaking en na meerdere contacten. En soms heb je na kennismaking al meteen van, yes, een klik, dat gaat goed. En soms is die klik er niet, moet die zich ontwikkelen. En soms komt die helemaal niet en dan kan je beter zeggen, maar nou, misschien toch een andere huisarts. Als dat mogelijk is, want in kleine plaatsen kun je niet zomaar wisselen. Maar het zou wel heel erg helpen als je goed contact hebt met je huisarts. En dat je binnenkomt bij de huisarts, die zegt, oh mevrouw, hup, en hoe gaat het met u? En hoe is het nou dat je daarna pas de klachten bespreekt? Dat is een enorm voordeel. En dat vind ik ook de charme van dat vak, dat je de mensen kent. En de patiënt andersom kent ook de huisarts. Dus in sommige grotere centra heb je meerdere dokters of waarnemende dokters en heb je elke keer een nieuwe. Dat is ook niet fijn. Dus je wilt graag ook de huisarts kennen, zodat je niet elke keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. En dan een huisarts die begrip toont, empathisch is, goed kan luisteren. Ja, dat zijn de basisprincipes van goede zorg. Ja? En dan de relatie, gekenmerkt door wederzijds respect en vertrouwen. Nou, richtlijnen voor persoonsgerichte zorg. Dat klinkt een beetje dubbel, maar die zijn er wel degelijk. Kun je wel degelijk opstellen. Richtlijnen die maken persoonsgericht mogelijk ook omdat er een bron van kennis zijn. En zonder de professionele kennis kan je geen goede zorg leveren. Dat onderscheidt toch een dokter van een aardige buurvrouw of van een betrokken moeder of vader. Hè? Maar wel met de nodige vrijheidsgraden en onzekerheden die inherent zijn aan een academische discipline. Omgaan met onzekerheid, zeker bij schildklieraandoeningen, is ontzettend belangrijk dat het goed gebeurt. Ik hoorde net duidelijkheid. Duidelijkheid wil niet zeggen dat we precies weten hoe het moet of precies weten hoe het zit. Duidelijkheid kan ook zeggen, we weten het niet goed. We weten zeker dat we het niet goed weten. En oké, dus dan gaan we kijken van hoe gaan we dan daar zo goed mogelijk mee om. Dus dat is een andere vorm van duidelijkheid, hoe je dan omgaat met onzekerheid. En dat is dus, ja, het is allemaal zo complex. Ik heb het laten zien, hè, als je zoveel aandoeningen tegelijk hebt en met zoveel disciplines te maken hebt, is het gewoon heel ingewikkeld en er zijn altijd onzekerheden. Nou, de bekwaam zonder zorgverlener wordt dus geacht zowel de kennis als de onzekerheden te vertalen naar de individuele patiënt en in dialoog tot een gezamenlijke besluitvorming te komen. Betrek de patiënt altijd bij de besluitvorming. Sommige patiënten zeggen van, nou dokter, ik weet het ook niet, zegt u het maar. Nou, dat kan. Het is soms wel een beetje makkelijk. Hè? We proberen toch de mensen erbij te betrekken. Maar dat is toch het principe is dat je probeert gezamenlijk tot besluitvorming te komen. En dat is ingewikkeld. Dus dat is soms. Sommige mensen zijn heel erg mondig. Die weten heel goed wat ze willen. En dan moet je soms dus wel eens wat tegengas geven. En je hoeft dus niet altijd precies te doen als dokter wat de patiënt vraagt. Dokter, ik heb al een week lang last van mijn bijholtes en ik ben verkouden. Nou wil ik een goede kuur hebben. Dan gaan we toch uitleggen. In de richtlijn zijn allerlei onderzoeken beschreven waaruit blijkt dat die kuur eigenlijk niet zinvol is. Als er geen aanwijzing voor een bacteriële infectie. Heeft u het wel eens geprobeerd om even af te wachten zonder antibiotica? Ik kan u ook met pijnstillers of goede neuspoeding weer ook helpen. Nou, dat moet je even tegengas geven. En dat kan soms best wat wrijving geven. Dus ja, die tango is ook iets wat je samen doet, maar nou, je gaat soms toch wel een beetje de strijd aan af en toe. Dus dat is een beetje hoe het dan werkt in de praktijk. En misschien heeft u dat soms zelfs ook ervaren, dat je toch die dokter af en toe een beetje aan zijn jasje moet schudden. Die dokter geeft een beetje tegen. Nou, uiteindelijk hopen je wel samen uit te komen. Dus het is een soort dans, laat maar zeggen. Hoe is dat met mevrouw school gegaan? Nou, die had ook een internist, hè, ook vanwege die nierfunctiestoornis. En die schreef dus terug, heel netjes terug, patiënten krijgen steeds bijwerkingen bij nieuwe antihypertensiva. En daarom heb ik in overleg met de patiënt besloten om het bij 1 april te houden. Een van de geneesmiddelen die ze dan al had.
en de bloeddruk verder niet meer te meten. Want wat gebeurde namelijk als ze op het speekuur kwam, was doodnerveus, altijd hoge bloeddruk wel, tegen de 200 aan. En, nou, de zogenaamde witte jashypertensie heet dat dan, hè, terwijl we geen witte jassen meer dragen. Maar ja, daar was ze zo nerveus over, dus ze wilde gewoon haar verhaal doen en de bloeddruk niet meer meten. En dat vond ze heerlijk, dat de conclusie was. Dus ik ben zo blij dat ik mijn bloeddruk niet meer hoef te meten. Ik heb zoveel meer rust in mijn lijf. En dan ga ik maar een jaartje eerder dood, ja? Zo belangrijk, ja, ze is al 84, hè? Dan dat ik elke keer weer nieuwe medicijnen krijg die weer moeten worden uitgeprobeerd, et cetera. Ik zeg niet dat dit de oplossing is, hè? Dit is dus één casus van één mevrouw. Hè? Voor haar is dat de oplossing. Want het kan best zijn dat u zegt, ja, maar wacht even, ik maak me wel zorgen over mijn bloeddruk. Geef me een extra medicijn. Maar dit was inderdaad voor haar de oplossing. En het was in 2010. En toen vond ik het best wel spannend van, ja, nou, ze kan toch wel weer een nieuwe beroerte krijgen. Nou, ze leeft nog steeds. Ze leeft nog steeds en is nog steeds blij met haar leven. Aan de andere kant, als het morgen over is, heeft ze daar ook vrede mee. Ja? Dus, oké. Het is maar één casus, maar even ter illustratie hoe je omgaat met ingewikkelde problemen en onzekerheid. Dit is de titel van mijn oratie in 2017, toen ik hoogleraar werd. Persoonsgerichte zorg in richtlijnen contradictie of paradox. Het is een beetje spelen met termen. Contradictie is een tegenstelling. Dat kan niet samengaan. Paradox is een schijnbare tegenstelling. Nou, je kunt wel raden, ik zeg het is een schijnbare tegenstelling. Ik heb net al aangegeven, je hebt richtlijnen nodig om goede persoonsgerichte zorg te geven, omdat je toch die kennis wil meenemen in de besluitvorming. Maar het is wel zo dat de richtlijn bepaalt niet wat goede zorg is, maar de zorgprofessional en de cliënt, patiënt, bepalen dat samen. En de zorgprofessional bereidt zich voor door kennis te hebben van de richtlijn en de patiënt bereidt zich voor door de juiste vragen te stellen. Ja, maar wat zijn nou de juiste vragen? Ik weet niet of je deze website kent van de Patiëntfederatie Nederland, de drie goede vragen. Voor iedereen belangrijk, jong en oud lijkt mij. Voor mensen zonder ziektes en aandoeningen en voor mensen met meerdere ziektes. Wat zijn mijn mogelijkheden? Mogelijkheden, dus niet beperkingen, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en de nadelen daarvan? En wat betekent het voor mij? Voorbeeld, even geen schildkliervoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, je hebt last van je rug, je hebt uitstraling en de dokter denkt aan een hernia en die blijft dus hevig pijn geven. Nou, dan kan je dus zeggen van, ik ga toch door met pijnstillers en misschien een beetje fysiotherapie of ik ga naar een neurochirurg om het te laten opereren, als die hernia ook is aangetoond. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van, ja, wacht even, als ik dus doorloop met die pijn, dan heb ik wel nog heel veel, heel lang pijn, misschien kan ik ook niet helemaal goed werken. Maar als ik me laat opereren, heb ik ook wat uitval, heb ik minder pijn. Maar goed, en aan het eind van de rit blijkt dus uit onderzoek na een jaar, blijkt dat dus geen verschil uit te maken. Dus wat is de keuze? Doorgaan met pijn en pijnstilling of opereren met ook wat risico's? Of laat ik het gewoon zitten? Dus dat zijn, en wat betekent dat dan voor mij? Sommige mensen zijn doodsbang of voor narcose, voor operatie. Andere mensen zullen laat me maar opereren, weg met die zwelling. Dus dat is heel persoonlijk. Dit zijn vragen die je altijd van tevoren kunt stellen. En dit is een voorbeeld dan bij die afwegingen, die mogelijkheden die je hebt bij de hoge bloeddruk. Dat is een keuzekaart die we steeds meer maken. En hier staat dan dat je dus verschillende mogelijkheden hebt door iets te bijten, een andere pil erbij. Kijk hoor, ik moet even zien. Aanpassen van dat tijdstip, er zijn verschillende mogelijkheden. En het voelt te ver om het allemaal door te nemen, maar je ziet dat allerlei afwegingen gemaakt kunnen worden. In de verschillende cellen staat specifieke informatie en op grond daarvan kun je het gesprek met de dokter aan. Het is niet alleen de huisarts die doet aan persoonsgerichte zorg en aan gezamenlijke besluitvorming. Idealiter, de medische specialist wil dat ook. Er staat zelfs in de visie van de medische specialist, samen beslissen is dagelijkse praktijk. En misschien gebeurt dat toch niet helemaal, maar ze willen het wel. Dus ik denk dat als u bij een medisch specialist bent en zegt, goh, ik wil toch wat meer informatie, want ik weet nog niet precies of ik datgene wat u voorstelt ook wil, en wat zijn misschien de alternatieven, dan kunt u zelfs wijzen op de visie van de medisch specialisten.
Ja? Ik zou het wel op een nette manier doen hoor. En gezamenlijk verantwoordelijk, hè? Dus voor de verbetering van de vaardigheden, is ook weer zoiets. We houden ook rekening met mensen die wat minder vaardig zijn. Dus alle professionals doen aan persoonsgerichte zorg of willen aan persoonsgerichte zorg doen. Thuisarts.nl, wie kent thuisarts.nl? Ja, iedereen. Meer dan 6 miljoen bezoekers per maand. En als u vragen heeft of klachten of aandoeningen en je wil van tevoren even kijken wat zou de dokter zeggen, kijk eerst op thuisarts. En ook als je bij de dokter geweest bent, kun je altijd thuisarts raadplegen. En dat is dus bij uitstek bedoeld ook om mensen goed te informeren. Hij wordt ook steeds meer gevuld met informatie niet alleen uit de huisartsrichtlijnen, maar ook met informatie uit de specialistenrichtlijnen. Daarom laat ik het ook hier zien nu. En dit is maar een voorbeeld hoor. Maar er staan ook uitgebreide pagina's over schildklier. En ook zijn er programma's voor persoonsgerichte zorg in Nederland. Dat is de ketenzorg ontketend. U heeft vanochtend iets gehoord over disease management, hè? Dus dat het heel erg gericht is op één ziekte. Diabetes mellitus, astma, COPD, hartvaatziekte, dat zijn aparte ketens en die wil men nu meer in elkaar schuiven binnen de huisartsenzorg. Dus integrale zorgprogramma's en dus van protocol naar individueel plan. Dat kun je ook mondeling hebben overigens, dat hoeft niet een geschreven plan te zijn. Maar er zijn wel digitale tools voor, daar is men ook mee bezig. En er is ook een NRG-strategisch programma, persoonsgerichte zorg, met allerlei tools over hoe we dat kunnen doen. En dit boek is net verschenen, persoonsgerichte zorg voor iedereen, dus ook voor mensen met een andere achtergrond, of met beperkte vaardigheden, onder redactie van mijn collega Marie van der Muizenberg uit Nijmegen en Eldine Oosterbeek. Berg die ook bij het NRG verbonden is. Zeker een aanrader. Wat zijn nou de algemene uitgangspunten van persoonsgerichte zorg? En dit komt uit een richtlijn die we hebben opgesteld in het programma van de GGZ. En onder het generieke thema comorbiditeit. Dus dat je focust op de kwaliteit van leven en realisatie van persoonlijke doelen. En dat zou u ook als patiënt kunnen doen. Hè? Dus in plaats van heel gericht zijn op de behandeling van de schildklier bijvoorbeeld. Ja, maar wat betekent dat nou voor mij? Wat zijn nou de gevolgen van mijn aandoening voor mijn dagelijks leven? En wat zou ik nou willen verbeteren? Dus lieve taalslag zou je voor jezelf ook altijd kunnen maken. Dat helpt de dokter denk ik ook. Betrek de naastbetrokkenen. Dus nou, ik hoorde net al een buddy, hè? Het kan ook een partner zijn of iemand anders. Als het echt ingewikkeld wordt, en zeker als het gaat om, het kan bij een bezoek van de huisarts, maar ook bij een specialist, als er echt een beleid moet worden gemaakt, dat je met iemand samen gaat, die ook nog eens meedenkt. In toenemende mate nemen patiënten soms ook een gesprek op de mobiele telefoon. Mag, hè? Wel met toestemming, maar je mag ook het gesprek opnemen. Kan ook nog. Stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid, participatie van de patiënt. Dit zijn aanbevelingen voor de zorgprofessionals. Hè? Maar ook, ja, in feite tips voor jezelf. Zorg dat je ook een stukje verantwoordelijkheid houdt. Dat die dokter die aan het bed staat en die zegt van, nou, u moet dit, u moet dat. Oh, nee, zorg dat je voorbereid bent en ook kan anticiperen op bepaalde tips en aanbevelingen. En zeg nee, dit wil ik niet en dat wil ik wel. Of ik wil het graag bespreken, hè, voor- en nadelenafweging. Dus ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen, eigen regie nemen. En zorg dat je alle informatie geeft. Hè. Nou, dat is net een voorbeeld ook gezien met die keuzekaart en op thuisarts staat ook heel veel informatie. Dat zijn de algemene uitgangspunten. En wat zijn dan de randvoorwaarden? Dit geldt ook voor professionals. Voldoende tijd. Dat is de reden waarom we binnen de huisartsenzorg zeggen, ja, die 10 of 12 minuten is echt te weinig. We willen naar 15 minuten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel overeenstemming zien te bereiken met zorgverzekeraars. Want in plaats van dat je dus 30 patiënten per dag kunt zien, zijn het nu nog maar 25 of 20. Dus dat heeft wel gevolgen. Heb je ook steeds meer dokters nodig. En er is al een tekort. Maar in ieder geval, tijd is heel belangrijk om alles goed te bespreken. En ook in samenhang. Ik ken collega's, dat zijn de dokters die dan toch die 10 minuten spreekuur houden. Die zeggen, u mag maar één klacht tegelijk. Ja, één klacht tegelijk. Ja, oké, dat geeft wel helderheid. Maar dan moet je van tevoren wel even heel goed benadenken van, ga ik voor mijn huidplekje of ga ik voor mijn vermoeidheid of voor mijn duizeligheid.
En ja, mij lukt dat niet hoor. Dus mensen komen binnen en die komen dan, ja, met die 15 minuten, dan mogen ze meerdere dingen bespreken. En dan is het soms wel eens lastig, oh ja, mijn dokter, kunt u mij ook even een laboratoriumformulier geven, want ik ben zo moe de laatste tijd. Ja, dat, zo werkt dat niet, dan wil je toch iets meer weten. Maar goed, in ieder geval in samenhang. En het helpt ook als patiënt om van tevoren op te sommen waar je het over wil hebben. En mensen komen bij mij met hele verhalen hoor. En sommige dokters die zeggen dan, bij mij zijn ze welkom. Als je goed voorbereid bent, kom maar met een A4'tje, dat helpt. Maar goed, ik heb wel 15 minuten. Dus dat onderscheidt mij misschien weer van dokters die minder tijd hebben. Oké, multidisciplinaire benadering is net ook al genoemd. Hè? Vooral ook in het ziekenhuis, dat je meerdere specialisten, dat die samen praten over hetzelfde behandeldoel. Toegang tot het dossier. Nou, dat is ook al genoemd. Waarin de actuele problemen staan, het medicatiegebruik. Nog even reflecteren op die apothekersrol. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Je hebt eigenlijk drie bronnen die je met elkaar vergelijkt. Wat de dokter weet, wat de apotheker weet en wat u zelf weet. Want als het goed is, weet u zelf ook wat u slikt. Nou, bij uitstek. En die moet, dat is de controle. Mijn advies is ook, zorg dat je een apotheker hebt die jou ook kent. En die u ook kent. Dus hetzelfde dat je een vaste relatie hebt met een apotheek. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden ook met een internetapotheek. Kan goed gaan, maar een persoonlijke relatie met een apotheker of met het personeel van de apotheek is denk ik een enorm voordeel als je meerdere medicijnen tegelijk slikt. Waarom kun je dat doen? Hoe je dat kunt doen? Ja. Ja. Nou, daar moeten we het zo maar even over hebben. Ja, goede vraag. Ja. Nou, het open programma, dat is dus het programma waarin dus mensen dus inzage krijgen in een gezondheidszorgdossier. Dat kan via een portaal, heel veel huisartsen hebben al een portaal, of via een PGO. Dat is een speciale software op je mobiele telefoon. Er is al iets over gezegd. Men is daar ontzettend hard mee bezig, maar het loopt niet zo vaart eerlijk gezegd. Want er zijn, het werd ook al gezegd, het is een markt. Dus heel veel softwareleveranciers bieden zo'n portaal aan professionals. Die moeten daarvoor betalen. En de PGO is gratis. Dus die verliezen hun markt als die PGO gaan promoten. En dat blokkeert een beetje de snelheid. Want eigenlijk hadden we al bijna al lang klaar moeten zijn met die PGO's. Maar dat is niet het geval. Ik weet dit ook omdat mijn vrouw projectleider is voor het open programma in onze regio. Hoe moeilijk het is om dit te realiseren. Maar ik hoop echt dat we over 2, 3, 4, 5 jaar iedereen een PGO heeft. Ja? Medicijngebruik, problemen en alle betrokken zorgverleners. Dat heb ik ook ergens gehoord. Zorg dat je een lijstje hebt van bij wie je allemaal loopt. Dat is soms een enorme warboel en chaos. Ook de namen, telefoonnummers. Ook voor de huisarts heel erg handig als je toch even met iemand wil bellen. Dat je een lijstje hebt van alle zorgverleners met telefoonnummers. Ik hoorde ook verschillende ziekenhuizen. Het is ook erg handig om één ziekenhuis te hebben. Maar ja, hoe regel je dat? Hè? Hoe regel je dat? Zeker in plekken met meerdere mogelijkheden. Maar in Gorinchem hebben wij één ziekenhuis waar ik ook de meeste specialist goed ken. En dat is echt een zegen voor het overzicht, ook voor de samenwerking en voor het multidisciplinaire overleg. En dan het laatste persoonlijke doel. Hè. Zorg dat je voor jezelf weet wat belangrijk is. Waar hecht ik aan? En dat kunnen ook hele alledaagse dingen zijn. Zo van, ik wil graag volgend jaar of van de zomer naar Amerika of Canada, want mijn dochter woont daar. Of een kleinkind die jarig is of zo. Dat soort dingen kunnen gewoon voor mensen ontzettend belangrijk zijn. En als je dan ziek bent of je krijgt een behandeling die dat dwarsboomt, dan is dat degene waar je over in zit. En misschien wilt u dat niet aan de dokter vertellen, omdat je er toch een beetje voor schaamt of zo. Maar dat is denk ik wel belangrijk. Ik zou zeggen, deel het gewoon met de huisarts, want dan weet hij wat er in uw hoofd speelt. Nou, dus het kan er ook nog vragen over hoor. Dus dit zijn dan de randvoorwaarden en dit zijn aanbevelingen. Dus de doelen. Zorg dat je weet wat je graag wilt bereiken. En dat de arts dat ook weet. Gericht op de mogelijkheden en op de beperkingen. Maak onderscheid tussen de persoonlijke doelen, functionele en ziektegerelateerde doelen. Dus die bloeddruk moet inderdaad naar beneden. Maar jij wil ook gewoon goed kunnen functioneren, goed kunnen fietsen, afstand kunnen fietsen. En ook die persoonlijke doelen waar ik net een paar voorbeelden van gaf, zijn ook heel erg belangrijk. En het is niet of, het is en. Ja? Ook de ziektegerelateerde doelen kunnen heel belangrijk zijn om te realiseren. Nou, dat doe je dus samen met de patiënt. Rekening houden met de prognose, levensverwachting. Dus naarmate mensen ouder zijn, dan denk je, die bloeddrukbehandeling is een risicofactor voor hartvaatziekten. Maar als je al zo
zo'n slechte prognose hebt, is dat minder belangrijk om achteraan te gaan. Dus daar hou je ook rekening mee. Je legt de doelen vast in een zorgplan, desgewenst. Een zorgplan is een schriftelijk plan, maar je kunt ook mondelinge afspraak maken. Waarbij we niet in de valkuil moeten trappen dat het eens en voor altijd staat. Dat kan ook weer veranderen in de loop der tijd. Dus dat maakt dat je toch regelmatig contact moet houden om te checken of dezelfde doelen nog steeds gelden. En besteed aandacht aan zelfvertrouwen en zelfmanagement. Niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden, is toch zelf onzeker. En goed om iemand anders mee te nemen die dat eventueel ook kan ondersteunen. Maar dat is heel erg belangrijk voor goede zorg. Nou, je doet het dus vooral samen. Dat drukt dit plaatje ook uit. Dat was het. Dank u wel. Ja.